Het is jaren geleden ontstaan door de textielindustrie die Harlingen rijk was. En de Harlinger kreeg hier één van zijn bijnamen door. Het is Stichting Tobberdansen Harlingen weer gelukt het tobberdansen terug te brengen daar waar het thuis hoort. De schans, de bel, de tobbers, de deelnemers en het publiek, iedereen is er klaar voor. Dit is het Tobberdansen Harlingen. En jawel, dames en heren, hartelijk welkom hier bij Tobberdansen 2022. En wat fijn dat je weer met grote getalen hier weer aanwezig binnen bij dit oer-Harlinger spektakel, het waterspektakel, hier in de juni feestweek. Nou, we hebben natuurlijk de afgelopen 3 jaar heel veel beleefd. Daar blijven we niet te veel bij stilstaan. Dus we gaan gewoon met z'n allen één groot feest bouwen. En dat is hier Van de Skans. En jawel, we hebben ook deze keer hebben we weer maar liefst 22 deelnemers die met dit spektakel met gaan doen. Dus dat bleef dat we het een en al vuurwerk vandaag. De een is dan mooier dan de ander. En we hebben natuurlijk ook verschillende priestjes kennen deze deelnemers winnen. Nou, dames en heren, Tobberdansen 2022. Zijn we er klaar voor? Ja, jury klaar. Duikers klaar, vingers in oren. En dan gaan we. Hallo! Ja hoor, ze zijn al weg. Niet aan de bel hangen. Ja, dat we zijn los, jongens. Ze hebben het nogal. Oké, we gaan met de tweede keep, die gaat naar beneden. Dus de vraag is de jury klaar? Duikers gereed. Nummer 2. Het Keesplankje. Tonno, Tonno. Hoppa! Andere kant uit, andere kant. Nee. Achteruit. Ach, ja. Goed zo, dames. Even deur. Ja, zo kom je er wel. Ja! We gaan met equipe nummer 3, Café het Scootje. Jury gereed. Duikers gereed. En Hardy. Hatsai! Nou ja, dat hoort er ook bij, hè? Komt ie! Ja maar! Hatsai! En Anne is weg. En die gaat niet te snel! Oh, wat jammer nou! Oh! Bobslee, Lunchcafé Basta. Ik keep nu 5, ik zie dit binnen al winnaars. Ja, dat zal wel meer dag hebben gisteravond. Ja, ja. Zeg, en op peddelen. En op peddelen. Nee. Asif, je redt het nog. Ja, tjee! Keurig! Keurig de tijd is genoteerd. Goed, de volgende kandidaat is. Die zei niks. Ik neem mijn moeder. Die zei niks. Sietse. Jij hebt vorig jaar meegedaan, de laatste editie meegedaan. Had je de originaliteitsprijs, ging ze in een wokpan. Ja, toen was het nog een Chinees in een wokpan. Maar ja, we gaan nu weer terug in de tijd. We gaan nu weer in een tobber. Ze dus ben ik vroeger ook geboren. In de Dwarsstraat. Achter de vuurtoren. En dan was mijn moeder, die gooide altijd water over me heen en een bussel met. En ze ging ik altijd, ze ben ik groot worden. Echt wel groot worden. Dus is, nou, dat is mooi. Hadden ze een soort water nodig? Ja, maar toen waren toch natuurlijk een beetje kleiner. Hè? Want ik ben al wat groeid, een beetje. Ik doe niet best, dames en heren. Onze oude Sietse Chinees, wel bekend. Oké, is de jury gereed? Ja, oude duikers gereed? Publiek gereed? Ja! Hatsje! Ja, oh, oh, ja, ja, nee, nee, ja, nee, hé! Hey! Was ik maar bij moeder thuis gebleven. En jawel, zometeen gaan we even met de pet rond voor onze goede doel voor vandaag, Sim van Hoek. Voor het Reuma Fonds.
En wij als vrienden van Tobbedansen verdelen dat bedrag. Dus zometeen in de pauze komen we even langs. En dan zullen we zien dat we even wat centen voor deze beste man bij elkaar kunnen harken. Want hij heeft wel even bijna 60 dagen op de Atlantische Oceaan roeit van Portugal naar Zuid-Amerika. Nou, ga er maar even aan staan. Dus dat zometeen in de pauze. George en Jimmy, jury gereed, duikers gereed en daar gaat hij. Zo. Ja, hij gaat als de brandweer. Dus ze schikken alles onder controle bij dames. Ja hoor. Applaus. Is de jury er klaar voor? Duikers klaar voor. Hier gaan de Dijkstra's. Ja, en, ja, ze hebben weer een gang hoor. En hij mist. Hij mist. En hij ook, ja. Oh. Ja, zo heet die dat niet, bingo. Oké. Ik kiep nummer 9. Zijn jullie er klaar voor? De lichtboei. Jury klaar. Het duikers gereed. Ja. Ja, en ze zijn los. Ze zijn los. Hou hem recht, hè. Ja, andere kant uit. Bakboord, bakboord. Ja hoor, ik... Ja. Keurig, had ze! In het Tobbedaas, daar omhoog, het Tobbedaasse lied. Hij heeft wel de mooiste tobben. Hij gaat ook al langs de mat. Kijk of hij kan waarmaken waar hij voor staat. Best ik klaar voor, jongen. Jury klaar. Duikers klaar. Ja, doe maar, jongens. Oh, een beetje scheef. Oh, jongen. Helaas. Wat is dit zonde. Ik had die zo graag zien als die bel haast had. Wat jammer. Jongens, vrienden en vriendinnen, op deze mooie zomerdag mag we weer los van de skaars. De eerste 10 deelnemers zijn geweest. We hebben er nog 12 te gaan. Ja, dus dat wordt nog even een spektakel. Dan het jury. De tijdklaar van de 3 snelsten. Die maken wij zometeen dan bekend. Die mag nog een keer strijden tegen elkaar. Of het is de snelste tijd. Die mag hun eigen tijd nog even verbeteren. En dan krijg je de prijsuitreiking van de mooiste toppen, de snelste toppen, de pechprijs en de kost uit Vraneker je prijs. Oké, opnieuw. De jury gereed. Duikers gereed. Oké, jongens, er komt ie. Ja. Ja. Die gaat richting Vraneker. Andere kant, je sleeuwen. Achteruit. Nou. Ik denk dat de snelste tiener niet meer in zit, maar ik denk dat ze de bel wel gaan halen. Niet te vroeg springen, dan springt mis. Rustig. Ik dan op 3. Ja! In het Tobbedaas, daarom hoor het Tobbedaasse lied. Oké, jullie gereed. Ja, duikers gereed. De Titanic 3. Oh, hij gaat als een kogel. En hij mist. Oh, wat een kloot. Oh. Ze wist al nooit een priestje zijn. Dat kan ze maar scheuren. Ik ga naar zus uit. Oké, op naar de volgende kandidaat. De speerbal nummer 13. Joehoe, daar gaat hij. Ja. Hij blijft drie. Dat is misschien wel beter een pet. Niet te vroeg, hè. Niet te vroeg, hè. Sleeuwen, wat zeg ik nou? Oh, ik kan al zo moeilijk worden. Ze hebben nog een kans, Bram, hoor. Ja, ah, die andere ik ken ook net hoor. Oh, slim. De lammen lijkt te blinden. Nou. Ja, keurig hoor. Kader en Harlingen, nummer 14, Carlien Boortsma. Tobbedaasen 2022, jury klaar. Duikers klaar, naar de guy, hoor! Later! Joehoe! Oh!
Dat was wel heel vroeg. Friese meneertjes van het Oberdansen. Jury klaar. Duivers klaar. Ja maar. Oh, oh. Ja, in de baan al heel. Nou, dat ging niet goed. Hey! Volgens mij was dat de bedoeling, maar ja. Hey Stijn, nou die titel die kan zo schudden. Nou, de rubberboot. Voor de eerste keer, Tommendaas en jury klaar. Duikers klaar, Dames van Levels klaar. Here we go! Ja! Nou, dat gaat nou mooi zelfs. Hé, hey, vraag ik eens over de kant nu. Dat zat ze het beleven. Je bist die maar kwiet. Ja! Mirte! Hey. Nou, dat valt mij niks af. Ongelooflijk. Klaar voor Charlie? Zeker. Jij ook eens zitten? Jazeker. Oké, okay, daar is de bel. Niet te vroeg springen. Nou, daar gaat hij weer. Jury klaar. Duikers klaar. Here we go. Ja, niet te veel voorover. Nee, niet te vroeg springen. Ja! Hatsje! Oké, okay, daar komen ze! Jamma! Hou je goed vast! Jamma! Probeer die bel te halen. En roeien. En roeien. Rustig, Remy. Rustig. Staan blijven. Papa, die roeit wel. Duurt altijd wel wat langer, maar hij komt er wel. Nee, hoe? Nou. Oh jee. Jamma! Daar spelen we, ja. Witte en rode, Maria, Sjaak en die bananen. Vandaag hartje! Zo, Sjaak, is er een zin, jongen? Godverdomme. Nou. Bananenman Frank, is er ook klaar voor? Nou, dames en heren, hou je vast, jury gereed, duikers gereed, de bananenmannen, ja! Ik heb geen bananen. Ja, keurig. Ja, roeien. Ja, naar de kelder. Ja, ze vasthouden, ja. En je mag gillen. Klaar voor dames? Oké, nou. Jury klaar. Duikers klaar. Here we go. Oh. Oh, god. Oh ja. Ja, Hanneke is er. De Hannelot ook. Nou, dat is even schrikken. Applaus. Ja, gaat het oké, dames? Ja, duim gewoon. Hannelot ook. Hanneke, nou deze toppen kunnen we af. Dat ik wil we niet meer zien hier. Zo. Nou, dat is even schrikken. Oké, jongens, laatste deelnemer, dan gaan we naar de finale. Duco, succes, jury klaar, duikers klaar, here go. Ja, oeh, een snoepduk. Oké, Duco heeft weer gereden. Oké, dan gaan we nog verder met naar de jury toe. Ja, Bram, ik ga nog niet vertellen wie nou echt de snelste was, maar wel welke drie het snelste waren. Ja, dat lijkt me heel verstandig. Dus dat moeten ze nog maar één keer uitvechten.
Een van de drie snelste was Lunchcafé Basta. Ja, en die kan zich klaarmaken voor de tweede ronde. Dat geldt ook voor nummer 20, Sjors en Jimmy. Sjors en Jimmy. Ja, dat was een jonge knaap. Ja. En de Titanic 2, Alfonso, Ritske en Harmer. Volgens mij is er al één vertrokken. Dat maakt niet uit. Oké, zoals ik in het begin van de middag ook al zei. We hebben natuurlijk heel veel vrijwilligers, waarvan één Simon van der Hoek. Die jongen die is twee weken teruggekomen uit Amerika. Het 58 dagen geroeid vanuit Portugal naar Amerika. 2 uur op, 2 uur af. In een klein bootje met een mannetje 4. Bloedzware trip. En dat heeft hij in geld proberen op te halen voor het reumafonds. Een bepaalde ziekte waar hij zich voor inzet. Maar goed, hij kwam niet helemaal goed uit. Dan hebben wij als stoppendansers, zijn we met de pet langs geweest. En wij hebben gezegd, wij als hele team verdubbelen dat bedrag. En wij hebben een bedrag voor Simon die er in de adel ligt. Simon, kost het halen om hem het brengen? Brengen? Daar komt hij. 1000 euro. Namens het publiek en Tommeland Harlingen. Allemaal even een applausje voor Simon. Oké, de finale jongens, de jury klaar. Jury klaar, duimers gereed. De Titanic, hier go! Hatsje! Skis eronder. Hij gaat mooi recht jongens, hij gaat mooi recht. En dan de koegel. En dat is een beetje niet zo. Ja, keurig! Keurig hoor, altijd goed voor vuurwerk. Heb je een nieuwe tactiek? Nee, nog niet. Gewoon gas geven. Oké, jongens, voor de finale. Hij kan zijn snelste tijd verbeteren. Ga je proberen, Sjors en Jimmy. Dames en heren, jury klaar. Duikers klaar. Here we go. Oeh, hij gaat achterwaarts. Mis, nee. Hartstikke mooi, jongen. Trots op die. Hij heeft het alweer even geprobeerd. Oké, dan gaan wij nu over naar de prijsuitreiking van de Tommerdassen 2022. De eerste keer weer na 1000 dagen. Mochten we van de Skans. Dus we gaan even zien wat we aan winnaars hebben. Ik geef zo meteen, als Frits de Klaver is, geef ik hem de microfoon. Ja, wie ben ik? Hebben uitvoerig overleg met. Welke prijs willen wij beginnen? De pechprijs? Ja, prima. De pechprijs. Ja, dat is voor toch twee dames wel, van de ene die ook in het verband rondloopt. De Orange Ladies, die meteen over de kop vlogen. Ja. Die hadden wel het meeste pech. Jazeker, nou dan krijgen die de pechprijs. Hanneke die, ja hoor, dat was verschrikkelijk. Het gaat allemaal hartstikke goed mensen, maar dat was even een fout onderstel. Was even schrikken meid, of niet hè? Ja, wel een klein beetje. Ze zegt van, is toppendansen eens? Nee, helemaal niet denk. Maar goed. Ik ben blij dat jullie erbij waren. Ik hoop dat het volgend jaar beter gaat. Je krijgt in ieder geval de pechprijs van de jury. Alsjeblieft. Dat is een bon van Anneke Spari. Alsjeblieft. Mooi, hè? Ja, en er was maar één echte topper. En die is van Sietse Huizinga. Sietse? Veruit de mooiste. Ah ja, oké. De mooiste topper. Sietse Chinees. Waar is die? Kan hij nog wel boven komen? Het duurt even, maar hij komt. Hij wint altijd naar Vrieske. Vorig jaar, de laatste editie, 3 jaar geleden, had hij ook een hele mooie Chinese wokpan. En nou een mooie tobbe. Ziet ze. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Het was deze week lang heel mysterieus over wat het nou moest worden. Maar het was gewoon een ordinaire tobbe. Maar wel zo mooi dat hij in de prijs is gevallen. Dus gefeliciteerd. Een bol van 50 euro van het Urkers Vishuis. Ja, ja.
En dan een stukje Kees en West van Omega. Ja, ik ga eens mooi met de vrouw even opeten. Geniet ervan, ik hoop dat het volgende keer weer met kost met een leuke creatie. De volgende keer vinden we weer wat uurtje. Ai ai, hartstikke bedankt. Applaus voor Sietse Huizinga. Frits, de snelste, zegt u het maar. Ja, op nummer 3 is geëindigd Lunchcafé Basta. Basta, René en Asif. In een tijd van 10 seconden en 74 honderdste. Alsjeblieft, 10 seconden. Nou, keurig, daar komen ze al aan. Kom dan gewoon en sla je slag, ze wel in. René, gefeliciteerd. Hey, wat was die ervaring? Ja, geweldig, volgend jaar weer, hoor. No? Raast het een ander ook aan? Wat voor ding? Als het ook aanraast, om nog een keer van die skans af te gaan. Ja, echt, er moet veel meer mensen mee doen, man. Zo gezellig hier. Mooi, die geven we met. Wat heeft die wonders tweede? Weer een pakketje van Omega. Gefeliciteerd. Knap pakket. Geniet ervan met die vonden. Frits. De nummer 1 is geworden. Heeft zijn tijd net niet verbeterd. Maar de allerbeste tijd was 6 seconden 44 honderdste. Titanic 2. Start nummer 1. Harmen, applaus. Ja hoor. Dit is de nummer 1. Nou, hartstikke mooi. Nou, gefeliciteerd. Hoe voor ze het? Hij is als eerder won, toch? Ah, ging als een politie. Hartstikke mooi. Wat heeft ze won? Hallo! Ja hoor, ze zijn onderweg. Niet aan de bel hangen. Ja, hatsie! 50 euro van Anneke Sparien. Alsjeblieft. En natuurlijk de wisselbokaal, daar is hij weer. Hij was even 10 onder water, maar na 3 jaar is hij er weer. Dit was het. Dan hebben we nog nummer 2. Ja. En die verbeterde zijn tijd net helaas niet. En dat is Josje Schilling. Het scheelde heel weinig, maar net nummer 2. In 7 seconden en nog een klein beetje. Josje Schilling. Oké. Okay. Boven 25 uur voor Anneke Sparing. Geef een hartelijk applaus. Volgende keer weer meedoen? Ja, zeker. Oké, jongen, hartstikke bedankt. Nou, fijn dat jullie erbij waren. Dames en heren, de jury. Wou ik in ieder geval bedanken voor jullie hulp. Wiebe-Jan, Frits Wester, allemaal belangloos. Jacob, onze DJ, Jacob Beuker, hartstikke bedankt. Jongens van de scouting ook, van Inhager erbij. Hans Dijkstra en Jesse. Jelle Brunsma met de verrijkers. Ze zijn er heel veel mensen die dit spel hebben mogelijk gemaakt. Ik wou jullie als publiek. Zonder verlinking geen topperdansen. Hartelijk bedanken dat jullie met z'n allen erbij waren. Ik zou zeggen, schrijf in voor volgend jaar. Want we hebben gewoon nog meer deelnemers, nog meer verdienen. Ik zou zeggen, iedereen hartstikke bedankt. En tot 2023 met topperdansen Harlingen. Harlingers binnen topperdansers. Topperdansers, topperdansers. Harlingers binnen topperdansers. Daarom hoort een topperdansen hier. Wat Harlingers binnen toppedansers, toppedansers, toppedansers. Harlingers binnen toppedansers, daarom hoort een toppedanser hier.